Jimmy, Conrad, we zijn hier vandaag in Leuven. Jullie ontvingen met OHL Women Genk Ladies. Hoe liep de match? Ik denk een hele sterke eerste helft. En dat we in de eerste helft het verschil maken. We kunnen dan ook twee keer scoren. We missen dan wel nog een handvol kansen, denk ik, om het eigenlijk al volledig af te maken in de eerste helft. De tweede helft hebben we het aanvankelijk moeilijk. Ik denk, we liggen 15 tot 20, 25 minuten zelf even onder hoge druk. We vinden niet heel gemakkelijk de oplossingen, maar we weten eigenlijk ook geen tegendoelpunten te slikken. We creëren op dat moment nog twee, drie goede momenten dat we niet afmaken. Uiteindelijk, ja, 2-0. Ik denk het terechte stand. Wel, alleen had het voor mij wel iets meer gemogen, maar goed. Ja. Je begint vandaag wel zonder Leni Onzia en Charlotte Kranzhoff. Zij zaten op de bank in de basis. Valeska Ampoort er onderaan. Een hele jonge bende, hè? Ja, inderdaad. We hebben het ook voor de wedstrijd gezegd. Eigenlijk een van de jongste elftallen die we op de mat brengen in twee, drie seizoenen. Ik denk zeker niet dat dat bedoeld was naar Onzia of naar Kranzhoff. Voor ons was het vooral de bedoeling om te beginnen roteren. Zeg, we willen pieken binnen 2-3 weken. Dus je moet zorgen dat eigenlijk niet de eerste elf, maar de eerste 15 fit genoeg zijn om eigenlijk elke wedstrijd te kunnen starten. Dus vooral op opzet van vandaag eigenlijk. En zowel Onzia als Kranzhoff hebben het eigenlijk heel goed opgenomen. Op het moment dat ze inkomen, kunnen ze zich eigenlijk ook uitleven. Dus ik denk dat dat positieve is daaraan. Ja, en zoals je zei in het begin, jullie hebben het eerste kwartier ongeveer al het verschil gemaakt. Dat het zelfs meer kunnen zijn, hè? Al na een kwartier of zo. Ja, inderdaad. 2-3 open momenten toch gehad. Goed, eindpas of net niet genoeg. Maar dat zijn zaken die we meenemen. Ik denk dat we ook aan het groeien zijn. We zien ook een paar individuen heel sterke prestaties afleggen. We zien ook Eurlings vandaag, die volgens mij een echt baas was vooraan. Die ook heel veel weegt op een verdediging. Ik kon er elke bal bij kwijt. En dat zijn de elementen die je meeneemt in deze wedstrijden. Ja. Jullie hebben recent Anderlecht geklopt. Is het nu al uitkijken naar die 9e november, Club YLA? Ja, eerst komt Standaard B nog op bezoek, denk ik. En dan moeten wij nog naar Charleroi op een vrijdagavond. En daarna is het inderdaad, op dinsdagavond ontvangen wij Club YLA. En we mogen niet onderschatten dat we eigenlijk de zaterdag daarna terug tegen Gent beginnen. Dus we moeten pieken naar Club Brugge toe. Maar zeker niet vergeten dat de 2-3 wedstrijden die daarop volgen eigenlijk even belangrijk zijn als moment tegen Club YLA zelf. Oké. Ik dank je. Proficiat en succes voor de volgende weken. De volgende.